Dit is Mudster, mijn RC rupsplatvoertuig. Het doel van dit project was om een robuust platform te creëren waar ik op verder kan gaan bouwen. En met een gewicht van meer dan 120 kilo en 5 kilowatt aan motorvermogen, denk ik dat we kunnen zeggen dat dat gelukt is. In de vorige video heb ik vanuit 8 mm dikke aluminium platen net zo lang gefreesd totdat alles eraf was wat geen frame is. En in deze video ga ik hem laten rijden. Maar voordat we dat gaan doen, begin ik met het luchtsysteem. Ik heb een 24 volt luchtcompressor en een mooi reservoir, zodat ik straks alles wat ik hier opgebouwen van lucht kan voorzien. Ik heb nog geen idee wat, dus mocht je hiervoor ideeën hebben, laat dat dan even weten in de comments. Toen het luchtsysteem er eenmaal helemaal in zit, kwam er een mooi pakketje binnen. Dit is een mooi moment, want ik heb de motoren binnen voor de aandrijving. Ze zijn vrij zwaar en nogal groot, maar dat wist ik, dat was ook de bedoeling. Deze video is gesponsord door Elsto Drives & Controls. Ik kende Elsto omdat ik al een paar keer eerder bij ze besteld had. En ik zat hiervoor eigenlijk te denken aan twee wormwielmotoren die gewoon zo erin zaten. En niet te fancy. En ik had hun dus benaderd van, hey, zouden jullie mij willen helpen hierbij? En toen kwamen zij met, ja, oké, maar rupswanden, daar hebben we iets veel moois voor. En zij kwamen met deze track drives, zoals die ook op een kleine graafmachine en dat soort rupswandvoertuigen zitten. Het enige is, normaal zijn dit soort pompmotoren aangedreven door een hydrauliekpomp. Ik heb geen hydrauliek systeem hierin, wil ik ook niet. Dus we moesten er een elektromotor op gaan zetten. En dat kunnen ze gelukkig. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben van Elsto een tussenflens gedraaid. Die hebben ze tussen de gearbox en de elektromotor die we hadden gekozen gezet. En toen kwamen we op deze gave drives uit. Dus, heb jij een custom motoroplossing nodig? Kijk eens bij Elsto. Laten we ze gaan inbouwen. Zijn dat ik hem ga optillen. Ik ga hem op de grond assembleren, want die motoren die zijn volgens mij zo'n 30, 35 kilo per stuk. Dus die erin zitten met het frame, wat ook al best wel zwaar is, ga ik hem niet meer tillen. Het is zover. Ik ga hem voor de allereerste keer aanzetten. Dan moet je motor 1 nog even omdraaien. Haha, hij werkt! Wat gaat dit soepel, hoor. Ik heb wel mijn twijfels of deze regelaar voldoende is voor die motoren. Als ik het uitreken, 24 volt, 350 watt, kom ik met die motoren uit op 15 ampère. De software die zegt alleen dat ze 52 ampère trekken. Vind ik raar. Hoe het sturen is nog wel een uitdaging. Wat cool dit. Oké, maar binnen is niet zoveel ruimte. Laten we naar buiten gaan. Cool ritje toch? Zo gaaf, hop hop hop. Ik vond het leuk. Alleen de regelaar niet. Zit zo, de regelaar is gewoon doorgefikt. Deze motoren daar stond op 19 ampère, dus ik dacht, nou, neem ik een regelaar, 30 ampère met een piekbelasting van 60, komt het helemaal goed. Alleen wat wil het feit nou, 19 ampère is niet de max, dat is nominaal. En nu met die gearbox erop en die tracks zat hij al rond de 60 ampère per motor. Ja, ging niet goed.
Een van de dingen die misging met het vorige bord is dat de kabels veel te dun waren. Daardoor is waarschijnlijk het bord kapot gegaan, niet eens zozeer vanwege het hoge vermogen. Dus ik wilde het helemaal opnieuw gaan bekabelen. Er was nog niet veel, dus dat scheelt. Maar daarvoor wil ik hem eigenlijk van de grond af hebben. Blij dat hij op blokken staat, anders had ik nu een probleem gehad. Dit loopt best goed. En zoals je ziet met het remmen, wil die voorover, want eigenlijk al het gewicht zit bij de motoren. Daar moet ik dus iets voor toevoegen. Dus ik heb nog wat dingen gemaakt. En ben met deze oplossing gekomen. Zo, ik denk dat dit het zwaartepunt wel een beetje verplaatst. Laten we deze erop gaan zetten.